Een groot team van het Wilhelmina Kinderziekenhuis volgt de kinderen tot ze 18 jaar zijn. Zo kunnen ze op tijd hulp bieden als het kind zich anders ontwikkelt dan kinderen zonder hartproblemen. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, heeft onze Merel echt al wel heel veel ziekenhuisopnames en 4 open hartoperaties gehad. Je vindt het dan ook fijn dat je kind daarna gevolgd wordt om te kijken of het allemaal loopt zoals het hoort te gaan. Zo'n klein mereltje, ja, en dan op je hoofd. Zo, 1, 2, 3. Huppatee, goed zo! Gelukkig is het grootste gedeelte van de kinderen, die ontwikkelt zich goed. Maar we willen graag weten van hoeveel kinderen laten een afwijkende ontwikkeling zien. En wat kunnen we doen als ziekenhuis om de best mogelijke zorg te leveren, zodat die kinderen zo goed mogelijk op kunnen groeien naar volwassenheid. Met Merel gaat het nu heel goed, maar het is fijn dat er een oogje in het zeil wordt gehouden. Wel zien we dat ze qua spraak wat achterloopt voor haar leeftijd. En daarnaast heeft ze wat angsten ontwikkeld. En daarvoor wordt ze nu ook hier gezien en krijgen wij handvatten om dat weer voor haar ook beter te maken. De moeders hopen dat meer ouders en kinderen geholpen kunnen worden met het geld dat ze inzamelen voor het onderzoek. Die hulp kan veel zorgen wegnemen. Ik merk dat je hier op de Hart op Weg poli daar zo wordt in ondersteund dat je dat ook wat los kunt laten. En dat ze zeggen, het is niet erg dat je kind valt en je kind mag ook gewoon ziek zijn. En dat is echt heel fijn.